Welkom allemaal hier in Tivoli-Vredenburg. Hebben jullie net ook allemaal naar de... Mag ik nog iets meer zaallicht zien? Want nu wordt het echt... Komt eraan. Dus ook voor het interactieve deel aan het begin is dat ook leuk. Wie van jullie heeft net naar de persconferentie gekeken? Ja, best wel wat mensen, denk ik, in ieder geval. En wat leuk dat jullie alsnog zijn gekomen trouwens. Maar als het goed is, gaat dit allemaal gewoon door de komende tijd. Welkom hier, mijn naam is Erwin Maas. Ik ben programmamaker bij Studium Generale. En voordat we beginnen wil ik nog heel even wat zeggen over de coronamaatregelen. Ook voor de mensen die thuis meekijken. Er zitten hier zo'n, 120 mensen in de zaal. Maar die zitten wel allemaal op 1,5 meter afstand. Dus dat is allemaal zo veilig mogelijk. En u ziet ook, de sprekers van vanavond zitten ook op 1,5 meter afstand. Dat gezegd hebbende. Welkom allemaal bij het allereerste Science Café van dit seizoen. Wie is er al wel eens eerder bij een Science Café geweest? Ja, de geluidsman ook. Die is ook al wel vaker geweest. Goed zo, Allert. Hij let ook altijd heel goed op. Dus dat is echt de perfecte geluidsman. Best wel veel. Ik zal het concept even uitleggen. Dat is eigenlijk heel, heel simpel. We hebben één thema en we hebben drie wetenschappers die daar vanuit hun eigen discipline op reflecteren. Op 26 oktober dan gaan we het hebben over racisme en discriminatie in de medische wereld. En op 23 november bespreken we de stand van de sterrenkunde. Dus dat is de komende editie. Daar bent u ook van harte welkom. En vanavond gaan we het natuurlijk hebben over het weer. En het is eigenlijk een heel bijzonder Science Café vanavond. Want het is ook meteen de aftrap van de Weer Challenge. Dat is een project dat Peter Kuipers-Munneke, de Weerman en Studium Generale hebben opgezet. Waarin we jullie eigenlijk allemaal oproepen om naar buiten te gaan. Om in de herfst naar buiten te gaan en te kijken wat voor mooie weersfenomenen er allemaal zijn. En daar foto's van te maken en die te delen. En op de website weerchallenge.nl, daar staan allerlei vlogs van Peter Kuipers-Munneke, waarin hij uitlegt hoe die weersfenomenen allemaal precies werken. Nou, daar gaat Peter jullie zo alles over vertellen. Verder gaan we het hebben over de toekomst van de weersverwachting. Gaan we nog preciezere weersverwachtingen krijgen in de toekomst? We gaan het hebben over klimaatverandering en het weer. Wat doet klimaatverandering met het weer? En de vraag, is het tijd om technologisch te gaan ingrijpen in het klimaat als we de klimaatdoelen niet gaan halen? Dat gaan we vanavond bespreken met drie fantastische gasten en die ga ik nu aan jullie voorstellen. Hij is als meteoroloog en poolonderzoeker verbonden aan de Universiteit Utrecht en hij is ook de leukste weerman van Nederland. Mag een groot applaus voor Peter Kuipers-Munneke. Hij is hoogleraar aan de Universiteit Twente en hoofddirecteur van het KNMI, Gerard van Steenhoven. En ze is als klimaatwetenschapper verbonden aan de Universiteit Utrecht, waar ze onderzoek doet naar geoengineering. Claudia Wieners. Zo, welkom allemaal. Hoe gaat het met jullie, Claudia? Gaat het goed? Ja? Even de microfoon aanzetten en dicht bij de mond houden. Helemaal goed. Gaat het goed, Claudia? Ja, heel goed. Ben je veel thuis aan het werken? Ja, 2 dagen per week. Nu waar Rempen weer op het instituut. Dus geweldig. Zie ik eindelijk mijn collega's weer. Ja, maar en dat de rest mag van de tijd thuis. En dat mag nu dus niet meer. Waarschijnlijk. Helaas, sorry. Heb je niet naar de persconferentie gekeken? Nog niet. Nog niet. Gerard, hoe is het met jou? Nou, het is met mij goed, met het klimaat wat minder. En wij werken ook allemaal thuis. Het hele instituut, het KNMI, 400 man. Op een 15-20-tal na zitten wij allemaal thuis. En dat is toch wel een uitdaging. Ja. Peter, hoe is het voor jou? Nou, ik heb het geluk dat ik voor 40% van mijn werktijd een vitaal beroep heb. Weerman. En dat betekent dat ik gewoon onder de mensen mag komen, wel met allerlei maatregelen en zo. Maar de NOS draait zo goed als het gaat door. Voor de universiteit was er een versoepeling vanaf 1 juli.
Maar nou ja, als ik zo een beetje naar Mark Rutte heb geluisterd vanavond, denk ik dat we voorlopig weer thuis gaan werken. Ja, ik denk het eigenlijk ook. Peter, we gaan met jou beginnen. Van Jacobsladders tot heilige schijn. Oktober, dat is eigenlijk de allerbeste maand om weersfenomenen te spotten. Dat vind jij althans. En om zijn liefde voor het weer te delen met de rest van de wereld bedacht hij met Studium Generale, met ons, de Weer Challenge, waarin hij het publiek uitdaagt om foto's te delen van weersfenomenen op social media. En in 20 vlogs leg je eigenlijk uit hoe die weersfenomenen precies werken. Dat kan dus op weerchallenge.nl en die site die is nu online. Ik voel me eigenlijk af, voordat we het even over die weersfenomenen gaan hebben en over die challenge. Was jij vroeger eigenlijk een kind dat de hele tijd naar de wolken keek en naar boven? Nou, dat is wel grappig, want ik heb die vraag wel eens eerder gehad en ik kan me dat eigenlijk niet zo heel goed herinneren. Ik was wel altijd heel erg nieuwsgierig naar allerlei dingen om me heen en ik stelde vaker vragen dan dat ik antwoord kreeg. Maar ik kan me niet herinneren dat ik van jongs af aan al naar de lucht aan het kijken was. Dat is iets van recenter datum. En dat is ook niet iets dat je ouders zeggen van nou, die Peter die was de hele tijd aan het dromen en die liep zo rond. Het verhaal waar mijn moeder altijd mee komt is dat we vroeger als afscheiding van de border, zeg maar tussen het gras en de planten, daar hadden we een rij met keien. En onder die keien, als je die opteelde, dat was voor een kind vrij zwaar, dan zaten er allemaal kleine gangetjes van mieren. En die mieren die waren eitjes van de ene naar de andere kant aan het transporteren. En daar komt mijn moeder altijd mee als ik me ook afvraag waar toch in hemelsnaam die voorliefde voor het observeren vandaan komt, dan zegt ze, nou, toen jij 6 was, toen zat jij daar bij die keien, zat jij urenlang die mieren te bestuderen. Dus, oh ja. Dus daar is het denk ik begonnen. Zijn er mensen die dezelfde hobby hadden vroeger? Die ook zo? Ja, ik hoorde wel mensen ja roepen. Peter, we gaan het hebben over de weerchallenge, ook een aantal andere dingen. Maar in ieder geval laten we beginnen met die weerchallenge. Hoe is dat idee ontstaan bij jou? Het idee is eigenlijk ontstaan bij een heel simpel gegeven en dat is dat een voormalig Utrechtse hoogleraar, Marcel Minnaert, naar wie ook het Minnaertgebouw op de Uithof is genoemd, dit jaar in oktober 75 jaar geleden is overleden. En Marcel Minnaert was een briljant sterrenkundige en heeft fantastisch onderzoek gedaan op het vlak van de sterrenkunde, op het vlak van waarneming van sterren. Maar hij had ook een hele grote hobby of een passie en dat was gewoon naar de wereld om zich heen kijken. En daar heeft hij een driedelig boekenreeks over geschreven, De Natuurkunde van het Vrije Veld. En ik denk dat heel veel mensen daar wel op de een of andere manier mee zijn groot geworden. En daarin staat eigenlijk alles wat je maar om je heen zou kunnen zien uitgelegd, nauwkeurig genoteerd met schetsjes erbij. En dat is een heel oud boekwerk waarbij de echte observatie van natuurkundige processen centraal staat. Nou, 75 jaar geleden overleden, dat is eigenlijk de aanleiding voor een soort herdenking of een viering, zou je kunnen zeggen, van zijn onderzoekgeest. En daar is eigenlijk de Weerchallenge uit ontstaan. Een project waarbij de waarneming, zelf waarnemen, centraal staat. En we hebben daarvoor bij gekozen voor de atmosfeer, omdat ik weerman ben, maar ook omdat de atmosfeer is het meest fantastische openluchtlaboratorium dat er bestaat. Ja. Er is geen enkele manier waarop je zo gemakkelijk zoveel verschillende soorten natuurkunde gewoon om je heen kan zien. En ja, om die reden, daarom is eigenlijk de Weerchallenge, zo is die geboren. En dus Marcel Minnaert, dat was een hoogleraar hier in Utrecht en hij schreef dat boek, dat was eigenlijk een soort van populair wetenschappelijk boek. Of is het eigenlijk heel ingewikkeld? Nou, ja, Gerard nee, zit ook al van. Het is wat vind jij, Gerard? Nou, ik heb een iets andere historie dan Peter. Maar het aardige is dat toen ik mij in de natuurkunde begon te interesseren, heb ik denk ik als 19 of 20-jarige de natuurkunde van het Vrije Veld al aangeschaft. En ik ben er ook in gaan lezen. En ik ben het helemaal met je eens, Peter. Het is fantastisch vooral hoe hij de natuur observeert. Maar of ik het op dit moment aanraad als een makkelijk toegankelijke schrijver, ik denk het is geen vergelijk met hoe Peter zijn praatjes bij het journaal houdt. Dat is echt veel toegankelijker. Maar het is wel historisch gezien, en daarom ben ik zo blij met jullie initiatief, een fantastisch boek waar je echt hele leuke, mooi uitgelegde natuurkundefenomenen in beschreven vindt.
Wat je zou kunnen zeggen, nou, dat is misschien iets te veel eer, maar we hebben eigenlijk een poging gedaan om een aantal van die dingen van Minnaert te hervertalen naar de tegenwoordige tijd. Met een vlog, met voorbeelden. Ja, en het is natuurlijk de bedoeling dat iedereen straks foto's gaat maken en delen met hashtag Weerchallenge. Die komen dan ook allemaal op die site terecht. Precies. Laten we een aantal van die bijzondere weersfenomenen eens even doornemen. Want jij zegt oktober, dat is eigenlijk een ontzettend bijzondere maand. Waarom? Dat is heel erg is een fantastische maand, omdat de dagen worden al wat korter. En daarmee komen eigenlijk de schemergebieden, dus de ochtendschemering en de avondschemering, die gaan plaatsvinden op het moment dat je nog wakker bent. De zomer is natuurlijk fantastisch om buiten te zijn, maar atmosferisch gezien is de zomer minder mooi dan de herfst. Dat is één. En het tweede is, en dat is bijzonder, dat speelt in Nederland zeker een rol, en dat is dat de afkoeling van de atmosfeer, die loopt anderhalve maand voor op de afkoeling van het zeewater. En dat betekent dat er hele grote temperatuurverschillen gaan ontstaan in de herfst, waardoor je onweersbuien krijgt, mist. September, oktober is echt ook, zijn de maanden waarin je 's ochtends de gordijnen open doet en dan je raam beslagen is. Dat heeft er alles mee te maken dat de nachten worden korter, maar de lucht is nog warm en vochtig van de Noordzee. En daardoor krijg je hele bijzondere weerfenomenen specifiek in de herfst. Ja. Ik denk dat we er ongetwijfeld ook een hele mooie serie hadden kunnen maken met lentefenomenen of winterfenomenen. Maar de herfst is eigenlijk het meest bijzondere vanwege de lichtval. En ook vanwege grote temperatuurverschillen in de atmosfeer. Laten we eens naar een van die fenomenen kijken. Dat is een circumzenitale boog. Ja. Mooi. Mooi, hè? Ja. Oh, prachtig. Oké, we zien hier een circumzenitale boog. Vertel eens wat we zien. Nou, ik krijg best vaak weerfoto's opgestuurd van de circumzenitale boog. Mensen weten vaak niet wat het is. En die sturen dan vaak als een soort commentaartje bij zo'n weerfoto. Sturen ze regenboog zonder regen, vraagteken. Of smiley regenboog of regenboog op de kop of zo. Dat soort opmerkingen. Eigenlijk een veel, veel betere naam, smiley regenboog. Ja, smiley regenboog, ja. Laten we hem zo noemen. Maar de circumzenitale boog, nou, het zenit, dat is het verdwijnpunt recht boven je hoofd. En de circumzenitale boog, die zit daar als een cirkel omheen. Dus hij zit helemaal boven in de atmosfeer, recht boven je hoofd. En dat is de reden waarom hij veel minder vaak gezien wordt dan dat hij voorkomt. Hij komt best vaak voor, weet je, bij dit soort omstandigheden, zoals wat je nu in beeld ziet, weet je, sluierachtige bewolking. Die sluiers die bestaan altijd uit ijskristallen, want dat is op 8, 9, 10 kilometer hoogte. En daar is het zo koud dat er geen regendruppels voorkomen in de atmosfeer, alleen maar ijskristallen. En die ijskristallen die zijn zeskantig en die hebben zo'n oriëntatie dat als de zon een beetje laag staat, dat precies langs de zijkanten van die zeshoekige kristallen dat licht naar jou toe gereflecteerd wordt. En zo krijg je een circumzenitale boog. En die zie je op het moment dat de zon wat lager aan de hemel staat. En daarom is oktober ook een fantastische maand voor circumzenitale bogen. Precies, maar je moet dus eigenlijk recht omhoog kijken om hem te kunnen zien. Ja, dit is dus echt een uitdaging ook in de geest van Marcel Minnaert. Kijk om je heen, maar kijk ook omhoog. Ja, dus als jullie morgen allemaal mensen recht omhoog zien kijken, dan zijn ze aan het zoeken naar een smiley. Dan hebben ze niet naar Ramses Shaffy geluisterd, maar dan zijn ze bezig met de weerchallenge. Precies, inderdaad. Nou, laten we het hopen. We gaan naar de volgende. Kom maar. Ja, dit is een Pileuswolk. Ja, dat klopt. Ja, nee, ik heb het hier staan. Het is een Pileuswolk. Ja. Nee, dit is ook, kijk, de circumzenitale boog. Er zijn nog een aantal andere fenomenen die we hebben uitgelicht. Maar dat zijn allemaal optische fenomenen. Zoals ook de regenboog en de mistboog en halo's enzovoort enzovoort. Maar er zijn ook een hele hoop fenomenen die ook in het boek van Minnaert besproken worden. Daaraan kun je zien hoe de atmosfeer eigenlijk werkt. En dit is daar een heel mooi voorbeeld van. Die Pileus, dat is dat wolkje wat daar boven op die onweerswolk zit. En wat er gebeurt als het onweert, is dat de lucht heel snel opstijgt. Eigenlijk als een soort van warme luchtbel. Net zoals een luchtballon met warme lucht, die kan ook snel opstijgen. Nou, zo gebeurt dat dan ook bij onweersbuien. En dat gaat zo snel
dat de luchtlagen boven in de atmosfeer, dat die een klein beetje opgetild worden naar een nog koudere plek. En dat als die worden opgetild, dan krijg je een soort van hoedje boven op zo'n onweerswolk. En een pileus, dat komt uit het Grieks. Een pilos was vroeger een hoedje in de Griekse oudheid om je te beschermen tegen de zon. En daarom heet het een pileuswolk. En nou is de herfst misschien niet het allerbeste seizoen voor pileuswolken, maar wel een redelijk goed seizoen, omdat er ongetwijfeld de komende maand onweer gaat optreden. En dan moet je maar eens boven die onweerswolken kijken en dan heb je redelijke kans dat je zoiets ziet. En waarom heeft die zo'n horizontale uitgestreken vorm? Ja, omdat lucht eigenlijk heel erg in laagjes is opgedeeld boven in de atmosfeer. Maar het ontstaan van die onweerswolk zorgt voor een opwaartse luchtbeweging. En daardoor worden die laagjes boven en die worden verstoord, een beetje opgetild naar zo'n koude plek dat die luchtlaag gaat condenseren. En dat is wat je eigenlijk ziet. Oké. Laten we naar de volgende gaan. En dan mag je zelf zeggen, Peter, wat het is. Ja, dit is dampend water. Dat is ook een heel mooi fenomeen. En dit is eigenlijk de derde categorie dingen die je kan zien. En dat heeft alles te maken met die grote temperatuurverschillen in de herfst. Temperatuurverschillen tussen de zee en het land. Maar in dit geval ook temperatuurverschillen tussen het water in sloten en meren. En de lucht die erboven hangt. En wat je in de herfst ziet, ik heb toevallig vorige week heb ik het zelf ook nog gezien, is dat je hebt, zeker bij helder weer, al van die hele koude ochtenden. Omdat de nacht die duurt inmiddels 12, 13 uur, langer dan de dag. Dus het heeft 13 uur lang heeft de atmosfeer de tijd om af te koelen, omdat de zon er niet is. Dus wordt het koud. De temperaturen zijn al gemeten van 3, 4, 5 graden als minimumtemperatuur. En het water in de sloten is nog heel warm. En als dat temperatuurverschil tussen die koude lucht en dat warme water meer dan 10 graden is, dan krijg je damp. De echt zichtbare damp die opstijgt uit sloten en kanalen en riviertjes. En dat is ook een typisch herfstverschijnsel, omdat het water nog heel warm is en omdat de lucht daarboven, zeker 's ochtends, al heel koud is. En dit zie je eigenlijk niet heel vaak, dit? Nee, want als het de lucht koud is en het water koud, zeker bij sloten, die zijn zo tegen november, december wel afgekoeld, dan zie je het niet meer. Je hebt echt dat temperatuurverschil nodig om dit te kunnen zien. En daarom is september, oktober de perfecte maand. Ja. Heb jij ook een favoriet? Ja, dit dampende water vind ik wel echt heel erg leuk. En wat ik ook heel leuk vind, heb ik ook vorige week gezien, zit ook bij die weerfenomenen, dat is heiligenschijn. Dat is 's ochtends vroeg als de zon heel laag staat. Ik fiets altijd, ik woon hier niet in de stad, vlakbij, maar als ik dan naar Utrecht fiets, dan heb je allemaal weilanden met een klein beetje dauw daarop. En als de zon heel laag staat en dan zo achter je langs schijnt, naar voren toe, en je kijkt naar je eigen schaduw, dan zie je een soort van witte gloed daaromheen. Dat wordt veroorzaakt door het dauw op het grasveld. En dat noem je heiligenschijn, omdat het lijkt op een aureool om je hoofd heen. Heb ik ook al gezien vorige week. Hè? Dus het is helemaal niet zo moeilijk om al die weer, als je goed kijkt, dan kun je heel veel van dat soort weerfenomenen in de weerchallenge zelf ook zien, als je er een goed oog voor hebt. Heb jij een favoriete weersfenomeen, Gerard? Nou, ik ben op zich een zomermens, maar er is één ding wat ik in de herfst heel bijzonder vind. En daarom vind ik het verhaal van Peter zo fascinerend. En dat is de geur van de herfst. Hmm. En dat heb ik geleerd toen ik notabene in de Verenigde Staten woonde als postdoc. En dan vloog ik soms voor een conferentie of voor een familiebezoek naar Europa terug. En op de een of andere manier is de herfst een veel prominenter jaargetijde in Europa dan het is in de Verenigde Staten met een landklimaat. Dus het grote verschil is eigenlijk, als je dan hier naartoe vliegt en je stapt uit en je luchtwegen zijn weer oké, dan begin je de lucht veel meer te ruiken. En eigenlijk sluit dat precies aan bij deze foto. Je ruikt op de een of andere manier veel meer dan in andere jaargetijden. Behalve natuurlijk de bloesem in het voorjaar, maar het is vooral die vochtigheid die je dan in het najaar ruikt. Ik wil je eigenlijk vragen wat dan precies die geur is, maar misschien is dat een andere avond dat we dan daarover gaan hebben. Laten we dat doen. Claudia, heb jij ook een favoriet weersfenomeen? Nou, dat hangt ervan af of ik binnen ben een uitzicht heb of dat ik in de tent slaap. Want als ik binnen ben een uitzicht heb vanaf de 13e verdieping, zo'n optrekkende onweerswolk is echt wel heel fijn. Ja, ja, ja. Maar als ik in de tent slaap, vind ik het nee, niet dan wil je dat prettig, niet. Eerlijk gezegd. Maar als je in de tent slaapt, heb je dan ook een favoriet? Nachtvorst. Nee, gewoon een windstille nacht zonder al te gekke temperaturen.
Alright. Wat moeten de mensen doen om mee te doen, Peter? Foto's maken. Die kun je delen op Instagram, op Facebook met de hashtag Weerchallenge. En je kunt naar weerchallenge.nl toe gaan. Daar kun je opzoeken. Er zijn 20 weerfenomenen die we hebben uitgelicht. En er staat telkens een knop bij. Hey, ik heb dit weerfenomeen gezien. En dan kun je je foto uploaden. En dan ontstaat er een soort van, door de gemeenschap gedragen verzameling van waarnemingen van de atmosfeer. Oké. Blijf erbij, Peter, want we gaan het hebben over weersverwachtingen. Dat gaat jou natuurlijk ook aan. In onze tijd zijn goede weersverwachtingen zo vanzelfsprekend dat we niet eens bij stilstaan. Wat maakt onze voorspellingen zo goed en wat kunnen we in de toekomst verwachten? Daar gaan we het over hebben met Gerard van Steenhoven, directeur van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. We gaan, voordat we met jou gaan praten, even kijken naar een filmpje. Dat is een verrassing, Gerard. We krijgen vast regen. Vroeger geloofden velen aan zo'n voorspelling. Tegenwoordig gaan we liever hierop af. Hier is de weersverwachting, meegedeeld door het KNMI in de beeld. Het KNMI in de beeld. Het was deze dagen 100 jaar geleden dat professor Beurs-Ballot met weerkundige waarnemingen begon. Zijn werk gaf de stoot tot de oprichting van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Op de observatietoren zijn talloze instrumenten aangebracht. Zoals windsnelheidsmeters en thermometers. Bij het KNMI weet men natuurlijk precies uit welke hoek de wind waait. Op vernuftige wijze wordt alles overgebracht op zelfregistrerende instrumenten. Aardbevingen, ook op duizenden kilometers afstand, worden door de seismograaf feilloos opgetekend. Met de regenmeters wordt elke dag de neerslag bepaald. Op 300 plaatsen in ons land zijn zulke meters aanwezig. Dagelijks wordt aan een ballon een radiozonde opgelaten. Dat is een combinatie van een korte golfzender en toestellen voor het meten van luchtdruk, temperatuur en vochtigheid. Over de gehele wereld wordt op hetzelfde tijdstip, dat is om 3 uur Nederlandse tijd, door alle grote weerstations zo'n ballon de lucht ingezonden. Op zijn reis tot soms 20 kilometer boven de aarde geeft het zendertje alle meteorologische bijzonderheden door naar het observatorium, waar deze gegevens in cijfercode worden omgezet. Via de telex worden ze naar de vliegvelden gezonden en ook naar alle buitenlandse weerstations. Op zijn beurt ontvangt het KNMI de gegevens van de buitenlandse observatoria. Naar deze gegevens wordt dan 8 maal per dag, dat wil zeggen elke 3 uur, een weerkaart getekend waaruit de meteoroloog de weerverwachtingen samenstelt. Deze verwachtingen zijn vooral van belang voor de luchtvaart, de scheepvaart en de landbouw, maar ook voor ons. Want ook wij willen graag weten of we een paraplu mee moeten nemen, onze schaatsen voor de dag kunnen halen of dat we rustig naar het strand kunnen gaan. Ik kan hier uren naar kijken. Ik vind het heerlijk. Prachtig, ja. Ja. Zo was het een hele tijd geleden. Ik geloof dat deze fragmenten uit 1948 komen. Ik denk dat het 1954 was. 1954? Ja, dat is niet omdat ik toen al leefde, want zo oud ben ik ook weer niet. Maar er werd gesproken over het 100-jarig bestaan. En aangezien het KNMI in 1854 is opgericht, tel ik daar 100 jaar bij op en kom ik op 1954. Ah, god, Wikimedia... Ik ga het nog eens even opzoeken, maar ik geloof je, Gerard. Als je dit ziet, wat is het belangrijkste dat is veranderd in die tijd bij het KNMI? De grootste verandering sindsdien, dat zijn er 2. En dat is de computer en de satelliet. Maar er zijn ook dingen hetzelfde gebleven. Wat dus ook heel interessant is, die regenmeters, 300, dat is eigenlijk die verspreid door het hele land. Dat is eigenlijk citizen science, de burger die meedoet met de metingen, die toen al, zoveel jaren geleden,
al standaard tot het repertoire van de metingen van het KNMI behoorde. En dat is nog steeds zo. Dus dat is heel mooi, maar de grote boost, de grote bevordering, de toename in de kwaliteit van de weersverwachting, die komt doordat we naast al die internationale metingen gebruik maken van zeer geavanceerde computers en satellieten. Misschien moeten we dan even zo'n weersverwachting uit elkaar halen. En Peter, vul vooral aan. Voordat zeg maar, Peter bij de NOS zijn weersverwachting kan presenteren. Wat gebeurt er daarvoor allemaal? En hoe wordt er gebruik gemaakt van die satellieten en die computers? Ja, ik zal het beginnen. Ik weet zeker dat Peter mij kan aanvullen. Maar even het globale plaatje. De satellieten die draaien baantjes om de aarde. Dat zijn de polaire satellieten en er staan er een aantal vast boven Europa, boven China, boven Amerika. Die nemen permanent foto's van de atmosfeer en doen metingen en die worden doorgezonden naar onze computers. Die computers combineren die gegevens met al die regenmeters in het land, overal in Europa, Amerika, elders in de wereld, en maken daarmee steeds hun weersverwachting een stapje beter. Dus elke 3 uur worden daar nieuwe data in gestopt, waardoor die verwachting steeds beter wordt. En omdat die computers in de afgelopen 50 jaar zoveel krachtiger zijn geworden, de eerste werd bij het KNMI in de 40e jaren aangeschaft, toen al, kun je daarmee weersverwachtingen tot 14 dagen vooruit maken. Maar dat is zo duur allemaal, al die computers en die satellieten, dat doen we met alle Europese landen samen. En dan krijg je dus elke 3 uur krijg je zo'n weersverwachting die uit de computer komt rollen, liefst een aantal. En dan ga je naar de meteorologen toe en die vertalen dat naar de concrete weersverwachting voor het NOS-journaal, de kranten en andere mensen die dat willen afnemen. En hoe maak jij die vertaling, Peter? Nou, dat is interessant. Dat is een beetje het vingerspitsengevoel van de meteoroloog. Want je hebt dus weermodellen die jou dankzij al die meetgegevens van satellieten, die stop je in zo'n computer. Die gaat dan rekenen en probeert te bepalen wat het weer dan over een paar dagen is. Maar er zijn zeker tientallen weermodellen en daarvan gebruik ik er zelf een aantal, een stuk of 3 of 4. En je zult zien dat elk van die verschillende weermodellen net iets anders berekent voor morgen en voor over 3 dagen en voor over 6 dagen. En dan is het de zaak van de meteoroloog en daar komt dan toch nog het vakmanschap bij kijken. Om een afweging te maken van welk model in welke situatie waarschijnlijk dichter bij de waarheid zit. Je hebt modellen die het weer over de hele wereld in 1 keer berekenen. Je hebt weermodellen die specifiek een kleine uitsnede maken van West-Europa bijvoorbeeld. Waardoor je op hogere resolutie, dus op nauwkeuriger per plaats een berekening kan maken. En al die modellen die hebben sterke punten en zwakke punten. En als je weet ongeveer hoe die modellen werken, wat de sterke en de zwakke punten zijn, dan kan een meteoroloog, een mens, die kan gewoon nog een soort van extra vertaalstap maken en de weersverwachting, ja, denk ik, nog net iets beter maken. Dus zo verkoop ik ook altijd mijn eigen baan aan mijn leidinggevende, dat ik niet wegbezuinigd moet worden. Want je kunt wel op een app gaan kijken, maar daar staat eigenlijk op een weerapp, maar daar staat eigenlijk de rechtstreekse uitvoer van die computermodellen. Die staat daar vertaald in temperaturen en symbooltjes. En de toegevoegde waarde van mij, zeg ik dan tegen mijn leidinggevende, is dat ik dat nog kan wegen en nog een duiding aan kan geven. Ja, daarom kan het dus ook zo zijn dat als je de ene app hebt en de andere, dat er ook nog een redelijk verschil in kan zitten en dat het soms ook niet kan kloppen. Ja, dat klopt. En achter de schermen weet ik dan min of meer welke apps, wat voor weermodellen en machinerie daar achter de schermen zit. Ja. Maar de beste weersverwachting krijg je nog altijd nadat een vakman ernaar gekeken heeft. Ja, Gerard, we hebben dus die computers, we hebben die satellieten. Nou, dat zijn eigenlijk de grote veranderingen van de afgelopen decennia. Waar gaat het naartoe? Waar zetten jullie nu op in? Wij willen natuurlijk als meteorologische instituten in Europa nog weer een volgende stap maken. En wat we willen is eigenlijk 2 dingen. We willen kijken of we met nog betere precisie het weer lokaal de komende dagen kunnen voorspellen. Dus dat je niet zegt van nou, er komt ergens in Zuid-Holland onweer aan, maar dat je kunt zeggen nee, het zit dichter bij Dordrecht dan bij Leiden. En hoe doe je dat dan? Kijk, wat we daarvoor nodig hebben, dat zijn een aantal dingen. Dat zijn krachtiger computers, maar die zijn nogal duur. Je hebt
satellieten nodig die vaker opnames maken van het weer. Want het weer bij ons, dat zat een dag geleden op de Atlantische Oceaan en 2 dagen geleden bij Amerika, et cetera, totdat je 14 dagen rond de hele aarde rond bent. Dus je moet al die plaatjes moet je met heel grote precisie meten. En dus je hebt betere metingen nodig en je hebt betere computers nodig. Maar ook, en dat is een belangrijk element, willen we ook beter samenwerken. Dus een voorbeeld is dat de weersverwachtingen voor Nederland, die worden ook nu door een supercomputer in Nederland, in de beeld, bij ons in de kelder uitgerekend. Maar vanaf 2023 gaan we met een aantal landen dat samen doen. En dan bundel je je kosten en je bronnen. En dan kun je dus doordat je effectief meer geld besteedt, kun je een krachtiger computer kopen en wordt het resultaat beter. Maar de laatste stap die wil ik ook niet. Er zijn nog 2 dingen die ik moet noemen die tot verbeteringen leiden. 1 daarvan is artificiële intelligentie, machine learning. We weten dat computers zijn heel krachtig, maar ook heel slim. En de modellen die we gebruiken, de natuurkundige modellen die we gebruiken in onze weercomputers, die zijn nooit perfect. Dus wat is nou de truc? Dat nadat je zo'n model hebt gedraaid, doe je dat noemen we dan postprocessing, ga je nog een slag doen met artificiële intelligentie die op basis van de metingen in vergelijking met al die modellen nog een optimalisatieslag doet, waardoor je weersverwachting soms wel tot een factor 2 beter wordt. Dus dat is eigenlijk een beetje de echte vervanging van Peter eigenlijk? Nee, daar maak ik ernstig bezwaar tegen. Zeker. Peter is ook veel te bescheiden, want het is niet alleen de kunde van de meteoroloog die naar de output van de modellen kijkt, maar dat is een heel belangrijk punt, dat is namelijk de communicatie naar de samenleving. En dat is voor iedereen is dat prettiger als dat een mens doet. En die kan ook inspelen op de actualiteit, of het mooi weer was geweest of slecht weer. En het is die communicatie die ook heel belangrijk is bijvoorbeeld voor als er extreme weersituaties zich voordoen. Want dan moet je bijvoorbeeld ook weten hoe is een land georganiseerd. Ja. Moet ik dat aan een burgemeester melden of aan een veiligheidsregio of een waterschap of aan minister-president? Hoe werkt dat in een land? En om een samenleving veiliger te maken, moet je dus ook weten hoe de samenleving eruit ziet. Ja, Peter, jij wil er. Ja, ik wil er nog even aanhaken op die kunstmatige intelligentie. Kijk, we kennen kunstmatige intelligentie vooral. Nou ja, het heeft heel veel toepassingen, maar de meeste mensen kennen het van bijvoorbeeld gezichtsherkenning of zo. Hè? Dat je vertelt aan een computer eigenlijk helemaal niks, maar je zegt elke keer, je geeft het een plaatje van een vliegtuig en je zegt, dit is een vliegtuig. Vervolgens geef je het plaatje van een auto en dan zeg je, dit is geen vliegtuig. En zo geef je een computer 100.000 plaatjes en dan kan die op een gegeven moment zelf bepalen of er op een plaatje een vliegtuig staat, ja of nee. Nou, die technologie, die zou je kunnen gaan inpassen, ik noem maar eventjes een heel pragmatisch voorbeeld, bij de buienradar. Iedereen kent de buienradar van zijn telefoon en zeker in de zomer doet hij het heel slecht. En dat komt omdat er zomaar ergens een bui ontstaat, vanuit het niks. En het enige dat een buienradar kan doen, is kijken welke buien er nu zijn, kijken waar de wind naartoe waait en dan die buien in de richting van de wind transporteren. Maar hij kan dus geen nieuwe buien maken en hij kan ook geen bestaande buien laten verdwijnen. Nou, en wat zo'n kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld hier zou kunnen doen, is met alle onderliggende gegevens van weermodellen kijken, oké, waar ontstaat op dit moment een bui? En dan kan hij vervolgens naar die weermodellen gaan kijken van oké, hier is nu een bui ontstaan. Zou volgens dat weermodel deze bui verder kunnen gaan uitgroeien of gaat hij waarschijnlijk uitdoven? En dan krijg je dus een veel betere korte termijn verwachting van het komende uur, de komende 2 uur, de komende 3 uur. Want als 1 ding de buienradar, de introductie van buienradar bij het brede publiek heeft geleerd, is dat het publiek misschien wel net zoveel behoefte heeft aan de weersverwachting de komende 2 of 3 uur als de komende 2 of 3 weken. En nou ja, dat zegt Gerard dus ook terecht. De verbetering zit hem op meerdere fronten. Dus de hele korte termijn verwachting en ook de lange termijn verwachting, dat was altijd een beetje de heilige graal. Hè, om maar zo ver mogelijk vooruit te kunnen voorspellen. Maar op een gegeven moment moet je ook praktisch zijn en denken, ja oké, we kunnen nu straks misschien 8 dagen nauwkeurig vooruit voorspellen in plaats van 7.
Maar misschien zitten mensen wel veel meer te wachten op een nauwkeurige verwachting voor de komende 2 of 3 uur. Maar dat betekent dus ook dat we af moeten van die 3 uur. Want dan vind ik dat eigenlijk nog laat, dat je elke 3 uur pas een nieuwe verwachting hebt. Daar kan Gerard misschien meer over zeggen. Maar dat is, kijk, nu is eigenlijk de hele machinerie van hoe het achter de schermen gaat, is ingericht in een soort van 3 of 6 uurs tempo. Ja. Dus elke 6 uur komen er nieuwe berekeningen. En die komen bijvoorbeeld om 7 uur 's avonds komen die ongeveer. Dus bij het 6 uur journaal, als ik dan een presentatie moet geven, dan gebruik ik nog de weersverwachtingen uit de computer van 6 uur daarvoor, ja, van 1 uur 's middags. En om 7 uur komen de nieuwe berekeningen en die kan ik bij het 8 uur journaal nog meegeven. Maar ik denk, ik weet niet wat jij daarvan denkt, Gerard, maar ik denk dat over 10 jaar dat het meer real-time is. Dus elke keer maar weer nieuwe verwachtingen. Ja, ik denk dat daar heeft Peter helemaal gelijk in. In dat samenwerkingsverband wat ik net beschreef met Denemarken, IJsland en Ierland, daar zijn dus ook al ideeën dat je dat innemen van al die data van satellieten en meetstations, dat je dat eigenlijk continu laat plaatsvinden en dat er elke uur, dus dan beginnen we al echt in de richting die Peter wil, dat er nieuwe output uit de modellen komt. Dus dat is een hele belangrijke ontwikkeling. Maar er is nog iets en dat sluit eigenlijk heel mooi aan bij de weerchallenge die Peter vanavond introduceert. Als je ook naar die precisie wil, dat je weet dat er een verschil is tussen de weersverwachting tussen Utrecht en Zeist, als ik heel optimistisch ben, of Utrecht en Amersfoort, dan heb je dus ook veel meer metingen nodig. En daar kunnen de metingen van burgers een grote rol in spelen. Als je gebruik zou kunnen maken van alle private weerstations bij u in de tuin, of bij de weerinformatie die elke auto op dit moment produceert, of als je het heel extreem doet, zelfs de weerinformatie die op elke mobiele telefoon zit, dan heb je zoveel meer data dat je dus ook naar die hele lokale precisie kan gaan. Nou, dat gaat zeker nog 10 jaar duren, eer we zover zijn. Maar daar wordt zeker door de weerkundigen over gedroomd, hoe je op die manier zowel die lange termijn, daar heb je wel de satellieten voor nodig, als die precisie, het lokale weer in de provincie Utrecht, hoe je die zou kunnen bereiken. Ja. En daar kan dus citizen science een grote rol in spelen. We hebben het nog niet over klimaatverandering gehad. Hoe heeft klimaatverandering effect op die weersverwachting? Ik kan me voorstellen dat het weer misschien onvoorspelbaarder is, dat die temperatuurstijging daar effecten op heeft. Heeft dat het werk van de KNMI veranderd? Ja, in ieder geval hebben wij een grote afdeling klimaatonderzoekers. Maar concreet voor alle dag betekent dat het volgende. Eigenlijk een paar dingen. Klimaatverandering zorgt er niet alleen voor dat de gemiddelde temperatuur van Nederland wat hoger is geworden. Maar wat nog veel belangrijker is, is dat je vaker extreme weersituaties krijgt. Ja. Denk aan de extreme hitte van vorige zomer, waar we 40 graden hebben gemeten. De droogte die jullie kennen. Het feit dat we minder 11-stedenweer hebben. Dat is dus iets wat we allemaal merken als een gevolg van klimaatverandering. En het is dus heel belangrijk dat we vanuit het KNMI, waar we alle modellen draaien en metingen organiseren, en de praktiserende meteorologen, dat zo goed mogelijk uitleggen en voorspellen. Waar een heel mooi voorbeeld is van de trend, De grote winterstorm Kira van afgelopen februari, waarbij we die storm die uit het zuidwesten kwam, en dat is de makkelijkste hoek voor een goede verwachting, 5 dagen van tevoren in de media naar buiten hebben gebracht, ook een naam hebben gegeven, en uiteindelijk daar dus heel veel mensen baat bij hebben gehad. En volgens de verzekeraars die ons later vertelden, nou, ten opzichte van een storm in het verleden, is daardoor de schade in Nederland 50 miljoen euro minder dan een vergelijkbare storm zoveel jaar terug. Dus als je een storm een naam geeft, dan geven mensen die storm, dan nemen ze die serieuzer. Ja, zo werkt het, ja. En misschien nog heel even over die klimaatverandering, want je noemde al die extreme. Misschien is dat goed om gewoon even hier dat nog even te bespreken. Wat is nou die invloed van klimaatverandering op het weer? Dus we hebben dat er meer extreme komen. Kijk, het werkt zo. Stel je voor dat je een grafiekje maakt, ik had het eigenlijk mee moeten nemen, van de temperaturen in Nederland. En dan zie je een soort belvormige grafiek met vooral een temperatuur in het midden van 9 graden. Dat is bijna altijd in Nederland. En heel incidenteel vriest het een keer. Dat is die staart aan die kant. Oh nee, voor jullie aan die kant. En aan de andere kant de hele warme temperatuur. Die hele grafiek die schuift. En wat betekent dat dus? Dat de gevolgen van klimaatverandering het minder vriest en er vaker hittegolven zijn. En dat is waar je veel mee te maken, wat we merken. En die hitte en die extreme situaties, die worden ook nog wat intenser. Ze worden wat warmer en je krijgt meer neerslag. Je krijgt vaker warme nachten.
En om dat te delen met de samenleving hebben we tegenwoordig op onze website niet alleen weerberichten, maar ook klimaatberichten. En dan vertellen we dus hoe dat gaat met hoe vaak er nu warme nachten zijn, hoe vaak er extreme neerslag is van meer dan 50 mm op een dag. En dat zijn de dingen die, anders dan het wat abstracte begrip klimaatverandering, dingen zijn waar je gewoon dagelijks mee te maken hebt. Ja. Je zou kunnen zeggen dat nu klimaatverandering aan de hand is, je zou kunnen zeggen dat het klimaat en misschien ook het weer, dat het politieker is geworden. Je bent directeur van een belangrijk publiek kennisinstituut. Nou hebben we de afgelopen tijd gezien dat belangrijke publieke kennisinstituten niet altijd even serieus worden genomen, dat ze worden gewantrouwd, dat er trekkers naar het RIVM zijn getrokken. Ben jij bang dat er ook trekkers naar het KNMI zullen trekken? Nou kijk, het kan altijd gebeuren, maar het is natuurlijk zo dat het weer, het klimaat is iets wat iedereen dagelijks ziet en meemaakt. Dus eigenlijk wordt het werk van ons soort mensen dagelijks gecontroleerd door 17 miljoen Nederlanders. Dat neemt niet weg dat hoewel in Nederland circa 80% van de samenleving zich echt realiseert dat er wat aan de hand is met het klimaat en dat het aan het veranderen is, dat er inderdaad altijd mensen zullen zijn die zeggen, ik vind het allemaal maar onzin, ik geloof het niet. Zoals je vroeger in de vorige eeuw ook had, mensen had die bleven geloven dat roken niet schadelijk was. En dat de aarde plat was, et cetera. Dat hou je. En voor ons is het belangrijk om ook de mensen die kritiek hebben altijd serieus te nemen. Want die mensen hebben wel een zorg. Dus je probeert er wel mee in gesprek te blijven. Maar het is wel lastig. Maar je probeert uiteindelijk als publieke kennisinstelling er wel voor iedereen te zijn. Ja. Maar wij gaan wel altijd uit van de natuurwetenschappelijke data en die vertellen ons het klimaat verandert en dat is een serieus iets waar we met z'n allen aandacht aan moeten besteden. En dat is ook iets dat je die mensen hebt verteld die bijvoorbeeld in 2019 was er geloof ik een groep klimaatskeptici die zeiden het KNMI manipuleert data voor hittegolven om zo aan te kunnen tonen dat het klimaat verandert. Wat zeg je dan tegen hen? Nou, wetenschappelijk is ongeveer het laatste wat je zou gebruiken een hittegolf om aan te tonen dat het klimaat verandert. Want een hittegolf is in elk land in de wereld anders gedefinieerd. Dus dat is niet een handig tool om zoiets wat mondiaal zich voltrekt te gebruiken. Wat je vertelt is dat je stuurt de rapporten toe, je gaat het gesprek aan met mensen waar je laat zien hoe zorgvuldig je met data omgaan. Maar je ook vertelt dat je als instituut soms een meetfout maakt, dat je die moet corrigeren. En dat doe je allemaal in volle transparantie. Dus je probeert systematisch die informatie te blijven delen. Ja. Maar ja, soms is het ook zo dat het lastig is om mensen te overtuigen. Ik kan jullie verzekeren dat het bewijs voor klimaatverandering haal je niet uit hittegolven, maar uit het feit dat overal op de wereld het ijs aan het smelten is. De polen die zijn 30% kleiner, de Noordpool, dan wat het was. De gletsjers smelten, Groenland kalft af, de Zuidpool, daar is het ijs aan het afkalven. Dat zijn de harde bewijzen waar je zegt, heb je geen model voor nodig? Jongens, er is iets aan de hand met die temperatuur van onze planeet. Ja, en dat blijven we maar rustig herhalen. Ja, nou, we hebben het over de toekomst van de weersverwachting en eigenlijk ook een beetje over de toekomst van het KNMI. Een van de dingen die ook nu aan de hand is dat zaken die voorheen publiek waren, dat die ook steeds vaker geprivatiseerd worden. Dat er ook privépartijen zijn die zich daarmee bemoeien. Dat zie je in de ruimtevaart bijvoorbeeld. Er gaan privévluchten naartoe. Er zijn bedrijven die graag satellieten de ruimte in sturen. Gaat dat ook nog wat betekenen voor die weersverwachtingen en voor klimaatonderzoek eigenlijk? Nou, voor het weer wel, want vroeger was er maar één bron waar iedereen zijn weersverwachting vandaan haalde. En dat was het KNMI. En nu werkt het anders. Nu is het zo dat het KNMI verzamelt alle data, doet de ontwikkeling van weersmodellen, maakt alle kosten voor satellieten, et cetera. En die stellen wij via het open data principe ter beschikking aan ieder bedrijf die zelf een weersverwachting wil gaan maken. Dat kan een bedrijf met twee mensen zijn, dat kan de redactie van een krant zijn. En al die bedrijven die profiteren dus van de overheidsinvestering in de infrastructuur op het gebied van de meteorologie die wij uitvoeren. Maar uiteindelijk zijn het andere mensen die dat dan naar buiten brengen. En dat is op zich niet erg, want daar kan ook een hele leuke interactie ontstaan. Want soms raak je ook in gesprek met een weerbedrijf. Zeggen van, hey, kunnen we niet samen optrekken? En dan samen een bepaald onderdeel van de weersverwachting beter maken.
Dus je moet als publieke weersinstituut moet je niet bang zijn voor private initiatieven. Je moet samen optrekken, want dan kun je uiteindelijk voor die samenleving een mooie producten maken. Ja. Het is ook een mooi moment om, om een heel hardnekkig misverstand nog maar eens een keer aan de kaak te stellen. En dat is dat heel veel mensen denken dat ik van het KNMI ben. Zoals de spoorwegen bijvoorbeeld zijn gescheiden in ProRail voor alle infrastructuur en dan vervolgens bedrijven die daar treintjes overheen mogen laten rijden. Zo is er bij de wet op het KNMI, ik denk 1995 of zo, rond die tijd. Ik kan daar straks meer over zeggen. Ja, is er ook een scheiding gemaakt tussen die publieke taak aan de ene kant, waar Gerard het net over had, en de commerciële taak aan de andere kant. En op dat moment kregen omroepen de keuze van wat gaan we doen. En RTL is bijvoorbeeld in zee gegaan met een extern bedrijf. Dus alle meteorologen die je op televisie ziet bij RTL 4... die zijn gedetacheerd bij RTL of eigenlijk ingehuurd van een bedrijf als Weerplaza of een ander bedrijf, Meteo Group. De NOS die heeft er destijds voor gekozen om eigen meteorologen in dienst te nemen. Dus ik ben van het NOS en niet van het KNMI. Dames en heren, als u het nog dat niet... Dat lijkt me een prima uitleg. Maar die wet was van 2001 en die is in 2016 weer een keer herzien. Maar daar gaan we ons nu niet mee bezig aan. We kunnen het misschien zo nog even over verder praten. Nu gaan we door, want we gaan namelijk naar Janneke Jager. Die is hier eigenlijk altijd bij. Ze is een tekstschrijver, ze is cabaretière, ze is drama queen met een vleugje chronische nuchterheid. Dat zegt ze zelf. Ze begon haar carrière als cabaretière in 2011 met de voorstelling Afgelikte Boterham. En daarvoor kreeg ze in 2013 de publieksprijs van het Utrechtse Cabaret Festival. Ze zat bij de cabaretpool, ze behaalde de kwartfinales van het Leids Cabaret Festival en ze toert nu al een tijdje door het land met haar voorstelling Femme Façade en begint binnenkort ook met de try-outs van haar nieuwe voorstelling Fantoomgeluk. Mag ik een groot applaus voor Janneke Jager. Elke dag voordat ik opsta, het eerste wat ik doe. Ik ga nog voor de cappuccino even naar Buienradar toe. En daarna weer online, voor de zekerheid. Zodat ik goed gekleed ben voor elke weersomstandigheid. En dat doe ik na het douchen, dan nog een keer of vier. Ja, dat heet dwangmatigheid, ik doe het niet voor mijn plezier. Wordt het laarzen, regenjas of korte broek en parasol? Ach, het klimaat is van de leg sinds het pensioen van Erwin Krol. Want het regent in de zomer en het vriest soms nog in mei. Er is geen enkele duidelijkheid in seizoen of jaargetij. Het duurt niet lang voordat ik op het Malieveld dus protesteer. Dan ga ik op de barricades tegen het weer. Sta ik in een zomersjurkje lekker op een festival. Me eerst het apenzuur te zweten, maar dan hoor ik plots een knal. Stort met regen, hagel, wind, stoten de pleuris op mijn hoofd. Terwijl echt werkelijk alle apps me 30 graden hadden beloofd. Steeds vaker vallen in oktober de mussen van het dak. En onze akkers zijn zo droog als de woestijnen van Irak. Ik zit in maart op een terras en draag in juli nog een sjaal. Ach, zelfs het weer is al geswitcht naar een eigen nieuw normaal. Dus ik ga op de barricades, maakt niet uit voor welke prijs. Dat ik bij Rutte en de Jonge een persconferentie eis. Inclusief mijn eigen eer, maar de nationale lieveling. Zodat ze uit mag beelden. Ik wil een RIVM-protocol tegen klimaatverandering. Dankjewel. Janneke Jager. Dankjewel. Ja, wat als het beperken van de CO2-uitstoot niet snel genoeg gaat om de temperatuurstijging binnen de perken te houden? Zijn er dan ook andere manieren om in te grijpen? Geoengineering, dat is de verzamelterm voor technologieën die ingrijpen in het klimaat met het doel de opwarming van de aarde tot stilstand brengen of om te keren. Wat die technologieën precies zijn, hoe ze werken en welke dilemma's ze met zich meebrengen, daar gaan we met jou over praten. Claudia Wieners, jij bent klimaatwetenschapper aan de Universiteit Utrecht en daar doe je onderzoek naar de effecten van geoengineering.
Ja, het is toch ook redelijk bijzonder dat wij nu met jou over dit onderwerp praten. Want zo'n 10 jaar geleden was het eigenlijk nog niet echt in vraag. Dus echt iets van de laatste jaren. Hoe komt het dat nu toch wat meer kan om het erover te hebben? Nou, ik denk vooral omdat we sinds 10 jaar nog steeds niet erin geslaagd zijn om de CO2-uitstoot genoeg te beperken. We hebben in Parijs besloten dat we echt niet meer dan 2 graden opwarming willen hebben. Ja. En we komen daar steeds dichterbij. Dus we dreigen steeds meer dat doel te missen. Nou, dan moet je gaan kijken naar eventuele andere oplossingen die minder mooi zijn dan CO2-uitstoot te beperken. Maar eer dat we hier naar 5 graden gaan, gaan we misschien toch liever naar lelijke andere oplossingen kijken. Ja, want we gaan van Parijs naar nu. Hoeveel graden is het al gestegen? Zo ongeveer? Nou, we zitten nu al op 1 graad of zo. En we hebben met z'n allen 1,5 graad of 2 afgesproken. Ja, dus we komen al dicht bij die grens. Oké. Nou, een van die oplossingen is dus geoengineering. Laten we even kijken naar een filmpje. In and global greenhouse gas emissions continue to rise. Plans are indeed afoot to bring the global climate under human control. Geoengineering is a term used to describe large-scale targeted intervention in the Earth's atmosphere, the oceans, and the biosphere. There are 2 basic directions that technological manipulation of the climate could take. Solar radiation management is the process of reflecting the sun's rays back into space, with the result that the climate heats up less. Carbon dioxide removal removes greenhouse gases such as carbon dioxide from the atmosphere. At this time, none of the relevant technologies actually exist. There are pilot projects for some, but others remain purely theoretical in nature. Their effects, however, could have devastating consequences. Regarding solar radiation management, one technology in particular is the subject of research, so-called stratospheric aerosol injection. This might, for example, involve large numbers of aircraft scattering large quantities of particles, such as sulfur dioxide, into one specific layer of the atmosphere, namely the stratosphere. The particles would then act as a reflective filter, throwing a percentage of solar radiation back into space and thereby preventing it from heating up the atmosphere in the first place. The objective is thus to artificially cool down the global climate. But what would be the effects on our planet of such a large-scale technological experiment? Ja, stratospheric aerosol injection. Misschien kun je nog heel even samenvatten wat dat dan precies is. Oké, laten we het opsplitsen in 3 delen. Stratospheric, dat komt van de stratosfeer. Dat is de luchtlaag zeg maar boven het gedeelte van de atmosfeer waar ons weer plaatsvindt. Dus zeg maar vanaf 15 kilometer hoogte. Ja. Aerosol zijn kleine stofdeeltjes of druppeltjes. En injectie, ja, injection, dat betekent dat we dus kunstmatig van die kleine druppeltjes injecteren in die hoge atmosfeer. Dus één manier hoe je dat kan doen is gewoon afgekeken van vulkaanuitbarstingen. Grote explosieve vulkaanuitbarstingen stoten SO2 uit als gas in de stratosfeer. En daar reageert het tot zwavelzuur. Dus je krijgt kleine druppeltjes zwavelzuur in die stratosfeer. En die doen net als een normale wolkenlaag zonlicht reflecteren. Dus een beetje minder zonlicht komt naar de aarde en daardoor koelt de aarde af. Dat hebben we gehad na de uitbarsting van Pinatubo in 1991. Dan was het 1 jaar lang of zo maar 0,5 graadje koeler. En dan was het effect weer verdwenen, want op den duur gaan die wolkendruppeltjes toch weer uitregenen. En je gaat weer terug naar de oude temperatuur. Tenzij je elk jaar weer stratospheric aerosol injection doet. Want dan kan je gewoon, door dat steeds weer bij te vullen, die wolk in staat houden en de aarde afkoelen. Oké, dus het werkt een beetje zoals een vulkaanuitbarsting. Nou noem je al een bepaalde vulkaanuitbarsting. Ik geloof dat in 1815 is ook een gigantische vulkaan uitgebarsten, de Tambora-vulkaan in Indonesië. En toen was echt jarenlang, geloof ik, was het klimaat volledig overstuur. De oogsten mislukten. Hier in Europa waren er helrode luchten. Krijgen we dan zoiets? Nou, Tambora heeft wel een beetje een overdosis van SO2 in de atmosfeer gestoten, zal ik maar zeggen. We hoeven natuurlijk niet zo'n enorme klap te doen als Tambora. We kunnen het ook langzaam opvoeren en kijken of het nu goed is of dat we toch een beetje meer of een beetje minder willen. Ja.
Dus we hoeven niet bang te zijn dat we in één keer de temperatuur met 2 graden afkoelen. Dat kunnen we gewoon voorkomen. Ja. Dat van die rode zonsondergangen, dat is wel een punt. Dus als we voor de geoengineering gaan, dan gaan we wel meer rode zonsondergangen en iets minder blauwe, maar meer witte luchten krijgen. Nou, ik vind dat altijd wel mooi. Ik weet niet wat jullie denken. Of mooie rode zons. Nou ja, toch wat vaker. Dat is ook mooi. Het is een van de dingen in de weerchallenge. Hè? De mooie rode zonsondergangen. Kijk, dus, ja. Precies. Daar krijg je dan minder punten voor in de toekomst. Goeie punt. Laten we hopen dat een vulkaan uitbarst dan. Precies. Oké, maar we gaan dat dus niet zo doen als bij een vulkaan. Want dat is te veel. We gaan eigenlijk regelmatig. Dus gaan we kleine beetjes zwaveldioxide in de lucht injecteren met vliegtuigen, zoals we net zagen. Ja, dus vliegtuigen is één manier, maar er zijn ook overwegingen of het niet misschien nog beter kan door bijvoorbeeld een enorme injectietoren te bouwen, 10 kilometer hoog, die dat kan spuiten. Maar goed, dat is wel een beetje de vraag of het technisch te doen is, maar met vliegtuigen zal het moeten kunnen. Wat ik wel me afvraag, hè, dus er wordt dan meer zonlicht weerkaatst, maar we hebben nou net vol ingezet op zonne-energie. Dus dat wordt dan weer lastig, toch? Dan komt er eigenlijk minder zonlicht binnen. Ja, dat is inderdaad een van de problemen van deze oplossing. Want zonnecellen die houden van direct zonlicht. En als je met geoengineering zeg maar 1-2% van het zonlicht wegkaatst, dan betekent het, nou in totaal krijg je 1-2% minder. Maar de verhouding verschuift van directe zonneinstraling naar de diffuse instraling die zeg maar een paar keer aan de luchtmoleculen is herkaatst. Dus dan zou de afname van de efficiëntie van een zonnecel eerder richting 10-20% gaan. Dus dat is wel een serieus punt om te overwegen. Om te overwegen. Oké, dus dan hebben we die groene energie en daar gaat het eigenlijk goed mee op een gegeven moment. We hebben windenergie, we hebben zonne-energie, dan iets minder. Maar het is ons gelukt om dat klimaatbeleid door te voeren. En we hebben wel die geoengineering. Kunnen we dan ook op een gegeven moment zeggen, nou, we stoppen ermee? Wat je niet kan doen is van één jaar op het andere te zeggen, nou, we hebben veel geoengineering gedaan en we willen dan eens mee stoppen. Want het probleem is, zodra je de geoengineering stopt, gaat dat afkoelende effect verdwijnen. Dus stel, we hebben zoveel CO2 uitgestoten dat we op 4 graden zouden komen. En we hebben het met geoengineering op 2 graden gehouden. Nu gaan we stoppen. Nou, dan gaat zich heel snel de temperatuur aanpassen op die 4 graden. Dus alle klimaatverandering die je anders in enkele decennia had gekregen, krijg je dan in 10 jaar. Dus dat is heel slecht voor ecosystemen, want die kunnen zich daar niet een beetje aanpassen. Die krijgen het in één klap. Wat je wel kan doen, is natuurlijk de geoengineering langzaam afbouwen. Of stel dat je nou, CO2 uit de lucht gehaald hebt of zo. Dus de geoengineering is niet meer zo nodig. Dan kan je het stuksgewijs weer terugschroeven. Ja, in dat filmpje zegt zij devastating effects. Denk je dat ook? Nou, er zijn in ieder geval wel risicofactoren met geoengineering waar we goed naar zouden willen kijken voordat we het misschien invoeren. Aan de andere kant denk ik dat die film erg eenzijdig is, want ze zegt nou geoengineering can be devastating, maar heel veel klimaatverandering is even erg en daar zijn we al mee bezig. Dus de vraag is dan, wat is erger? Misschien toch wel de volle klimaatverandering. Misschien is dus geoengineering het kleinere euvel, zeg maar. Ja, ja. Worden er al experimenten uitgevoerd met deze aerosol injection? Niet met de SO2, maar er is wel een heel klein experiment gaande met een ander. Ja, je kan dus die zwaveldruppels gebruiken, maar je kan ook andere stofjes gebruiken om zonlicht te reflecteren. En ze zijn bezig met een heel klein experiment waar ze 2 kilo, dus echt super weinig, in de stratosfeer willen zetten om dan te kijken van, nou, hoe verdeelt het zich, hoe sterk kan het reflecteren. Je zal dan geen effect op het klimaat zien, want ja, je gaat eerder in de richting van 1 miljoen tonnen of zo om daar iets te willen zien. Maar je kan dus wel die microprocessen die er spelen observeren. We hebben nu gehad over stratospheric aerosol injection. Wat zijn andere manieren van geoengineering die nou, hoopvol zijn volgens jou? Die stratospheric aerosol injection is denk ik degene die technisch het meest haalbaar is en het meest zeker dat dat kan. Want ja, we hebben al gezien van vulkaanuitbarstingen dat het werkt. Nou, in principe, elk proces waarmee je de aarde witter kan maken, dus reflecterender kan maken, zou ook de aarde kunnen afkoelen. Dus een ander voorbeeld is wat ze noemen marine cloud brightening. Je hebt van die stratuswolken boven zee. En nou, die reflecteren ook zonlicht. Maar het punt is, wolken die vele kleine druppels hebben, zijn reflecterender dan wolken die enkele grote druppels hebben. Dus als we meer condensatie nuclei, dus ja, kleine stofdeeltjes waaraan zich waterdruppels kunnen vasthouden. Als we daarvan meer in die wolken zouden spuiten, dan zouden er meer druppels kunnen ontstaan met dezelfde hoeveelheid water.
Dus één idee is om schepen over de oceaan te sturen. Die zout water in de lucht spuiten. Die zoutdruppeltjes verdampen. Dan krijg je in de lucht van die piepkleine zoutkorreltjes. Die door de wind de hoogte in worden gedragen. En die dan dus condensatienucleair in die wolken kunnen bereidstellen. De vraag is echter, omdat wolkenprocessen super complex zijn. Of dit wel tot het gewenste effect heeft. Of dat er weer andere terugkoppelingen zijn die dat effect doen verminderen. Ja, want dat lijkt me sowieso iets. Hoe onderzoek je in modellen, neem ik aan, de potentiële gevolgen? Ik kan me voorstellen dat het ook disruptieve gevolgen heeft voor het klimaat zoals dat nu is. Nou, ja, wat je doet bijvoorbeeld voor die stratospheric aerosol injection is daadwerkelijk als je een model hebt dat ook de scheikundige processen kan weergeven, dan doe je daadwerkelijk SO2 in de stratosfeer. Idealiter heb je je model al geëikt door bijvoorbeeld de Pinatubo-uitbarsting na te botsen en die te vergelijken met de echte metingen die toen gedaan zijn. En dan kan je dus inderdaad modelleren hoe dat SO2 zich gaat omzetten naar zwavelzuur, hoe dat over de aarde verspreid wordt, hoeveel afkoeling dat veroorzaakt, maar ook wat het bijvoorbeeld voor gevolgen heeft voor weerpatronen, neerslagpatronen en dergelijke. Ja, is dat ook iets waar jullie je mee bezighouden? Nou, ik wil er wel iets over zeggen. Ik denk dat het heel verstandig is voor het onderzoek om na te gaan wat we zouden moeten doen als de temperatuur van de aarde hoger wordt dan 2 graden. Dus in die zin begrijp ik heel goed dat we energie en geld besteden om dit soort zaken uit te zoeken. Persoonlijk ben ik wel wat bezorgd over de techniek die jullie net beschreven met de aerosolen in de stratosfeer, omdat al die aerosolen, of wat voor stof het ook zijn, die moeten op een bepaald moment ook weer neerslaan. En daar zitten dus potentieel negatieve gevolgen die we nog niet helemaal goed doorgronden. Maar dat is ook precies de reden waarom ik zo blij ben dat Claudia dit soort zaken uitzoekt. Want ik ben het met haar eens dat een zogenaamd runaway scenario waarbij de temperatuur van de aarde 4-5 graden hoger wordt, waarbij er plekken op aarde zullen zijn waar je gewoon niet meer kunt leven en er massale immigratiestromen op gang komen. Dat is natuurlijk een zeer zorgwekkend scenario. Maar ik ben zelf iets meer geïnteresseerd vanwege de nadelen van die andere techniek in het exploreren van mogelijkheden om CO2 actief uit de atmosfeer te halen. Ja. Ik weet dat daar ook bij het MIT, maar er zijn ook in Nederland al een paar mensen, ook bij TNO, die daarover aan het nadenken zijn, de Universiteit Twente ook. Omdat je dan eigenlijk precies het omgekeerde doet waar de mensheid fout in is gegaan, namelijk te veel CO2 erin stoppen. Dus dan kun je het beste diezelfde CO2 er weer uithalen. Moet je wel nadenken waar je dat dan weer opslaat. Ja. Kun je dat dan op de bodem van de zee laten neerslaan, et cetera. Maar die techniek die is, wij spreken alleen nog maar op de laboratoriumtafel bewezen. Dus daar zitten nog enorme stappen die genomen moeten worden. En je bent op het niveau dat je dat echt begrijpt. En het echte probleem is ook dat er is in wezen in onze atmosfeer een hele CO2-cyclus gaande. De bomen in de zomer absorberen CO2, de oceanen absorberen CO2. Als de toendra's ontdooien, dan krijg je daar weer methaan. Dus het is een heel complex systeem en daar ga je dan in peuren. En dat is dus iets wat, voordat je daar iets aan wil doen, moet je dat echt heel goed uitzoeken. En het allerbeste wat we natuurlijk met z'n allen kunnen doen, dat is gewoon echt toewerken naar een jaar 2050... dat wij een klimaatneutrale samenleving hebben, mondiaal. Ja, je zegt eigenlijk liever hoeven we dit niet te doen, maar het is wel belangrijk dat het onderzocht wordt. Ja, dat is. Ik vind dat je politiek moet je vooral inzetten op het realiseren van de klimaatdoelen in 2050... dat we de humane CO2 en methaanuitstoot naar nul hebben gebracht. Maar omdat je nooit weet of je dat haalt, kan het geen kwaad om een aantal van die andere dingen uit te gaan zoeken. Ben je het eens met Gerard? Ja, daar ben ik absoluut mee eens. Dus het belangrijkste is om CO2-neutraal te worden zo snel als het kan. Dus 2050 zou eigenlijk wel haalbaar moeten zijn. Maar dan nog, we weten niet heel precies hoe sterk het klimaat op CO2 reageert. Dus dat is een van die grote onzekerheden. Als we CO2 verdubbelen, hoe warm wordt het dan eigenlijk? Dus mocht het klimaat toch wel gevoeliger zijn dan dat we denken, dan is het mogelijk dat zelfs als we echt veel moeite doen CO2-neutraal te worden, dat we alsnog die 1,5 graden niet halen. Of wat ook zou kunnen is, misschien halen we 1,5-2 graden, maar het blijkt dat dat toch niet genoeg is om bijvoorbeeld de Groenlandse ijskap te redden. Dus misschien moeten we snel extra afkoeling krijgen. En nou, het proces om CO2 uit de lucht te halen, dat gaat niet heel snel. Ook als het goed werkt, dat duurt gewoon een tijdje. Terwijl zo'n kunstmatige vulkaanuitbarsting, dat werkt binnen een paar maanden.
Dus ook om deze overweging is het goed om daar onderzoek naar te doen, zodat we in het geval dat we het nodig hebben, dat ook kunnen doen op een juiste manier. Ja, het lijkt me ook politiek en moreel heel erg lastig, want je neemt een besluit dat heeft gevolgen voor miljarden mensen, want je kunt het geloof ik alleen maar wereldwijd doen, dan heeft het zin. Het heeft inderdaad gevolgen voor ecosystemen. Dan vraag ik me, wie maakt zo'n beslissing dan? Dat lijkt me zo ongelooflijk lastig. Nou ja, daar valt wel iets over te zeggen. We hebben in het jaar 1988 met alle landen van de wereld het Montreal-protocol afgesloten. En daar hebben we afgesproken, we gaan geen CFK's meer in de atmosfeer stoppen. En dat deden we omdat we bang waren van het ozongat, waardoor we allemaal huidkanker konden krijgen. Het interessante is dat protocol een succes is. Dat nu inderdaad dat ozongat aan het kleiner worden is, dus de fluctuaties in. En daarom ben ik ook uiteindelijk een optimist waar het gaat om het klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Omdat zelfs de coronacrisis eigenlijk weer heeft laten zien dat als alle landen in de wereld bedreigd worden door hetzelfde gevaar, een virus, dan gaan al die landen gaan in een lockdown en ja, verdraaid, de CO2-uitstoot gaat naar beneden. Dus het kan wel, als het gevaar maar groot genoeg is, dat alle landen de handen ineensteken en hetzelfde gaan doen. Ja. Maar de druk moet wel groot zijn. Ja, want dat lijkt me hier inderdaad heel erg lastig. Want eigenlijk, jij zei al, die stratospheric aerosol injection is eigenlijk technisch haalbaar. Maar in het ergste scenario kan ik me dan voorstellen, is één land denkt, nou, wij kunnen dat ook alleen doen en wij gaan deze beslissing nemen, terwijl andere landen denken, ja, maar ik wil helemaal niet dat de temperatuur zoveel daalt. Dat is toch bijna onmogelijk om daar uit te komen. Dan vraag je toch om conflict, zou ik bijna zeggen. Nou, dat risico is er zeker. Dat bijvoorbeeld, nou, zeg maar, de laaggelegen landen en India zeggen, het wordt hier te warm. En anderen, we willen geoengineering doen. En anderen zeggen, we willen dit niet. Misschien is dat wel een beetje de naïeve klimaatwetenschapper die niks van politiek af weet. Ik zou het heel fijn vinden als daar, voordat het technisch beschikbaar wordt, met landen onderling over gepraat wordt, over hoe we er tegenaan willen kijken en hoe we beslissingen willen nemen in de toekomst. Ja. Of er misschien een soort geoengineering vergadering moet komen als iemand het wil doen of zo. Nou, dat zou, nou, misschien is het naïef, maar dat zou ik wel heel graag hopen. Aan de andere kant, wat ook zo is, als iemand niet, ja, oké, waarschijnlijk als klimaatverandering echt heel erg wordt, is geoengineering voor de meesten toch wel eerder een verbetering dan een verergering. Dus dat probleem dat de ene helft van de wereld zegt, ja, we willen geoengineering, en de andere helft van de wereld zegt, we willen vooral geen geoengineering, ik denk dat niet zo waarschijnlijk is. Dus tenzij iemand echt te veel daarvan doet, denk ik dat het waarschijnlijk voor de meeste mensen beter is eerder dan slechter. Ja, wilde ook nog op reageren, toch, Peter? Nou, ik denk dat dit wel de bottleneck is van dit soort maatregelen. Ik denk dat technisch gezien, als je een miljardenprogramma optuigt en je laat honderden straaljagers 24 uur per dag aerosolen de lucht in spuiten, dat is allemaal technisch allemaal prima te bedenken, denk ik tenminste. Maar het zit hem erin dat je dat met alle landen moet afspreken tot in lengte van dagen. Want ja, wat je eigenlijk doet is de kraan die aanstaat, zeggen, oké, we gaan hem uitdraaien, maar dat gaat heel langzaam, dus we gaan er heel veel extra dweilen tegen aangooien. Maar dat betekent dat je nooit meer kan stoppen met dweilen. Ja. Dus als er een conflict uitbreekt, of ja, als er verschillende belangen beginnen te ontstaan op de wereld, bijvoorbeeld dat Zweden en IJsland zeggen, nou ja, geef ons maar een beetje opwarming, want dan kunnen we hogere landbouwopbrengsten. Ja, en dan krijg je meteen dus gedonder in de tent. En dat brengt zo'n wereldwijde effort, brengt dat in gevaar. Ja, ik weet dat Gerard is een optimist. Ik ben er heel vaak ook een optimist. En het Montreal-protocol is een heel mooi voorbeeld dat wereldwijd de CFK's de wereld uit zijn geholpen, min of meer. Maar ja, het Kyoto-protocol is bijvoorbeeld een vergelijkbare internationale afspraak. Ja, en daar zijn mensen uitgestapt. Zelfs het Parijsakkoord is de Verenigde Staten op dit moment uitgestapt. Dus het zal een blijvende bron zijn van internationaal conflict. Ja. Maar mag ik daar toch nog wat positiefs tegenover zeggen? Want zeker. Terecht zegt Peter dat ik een optimist ben. Hij kent me, dat vind ik ook prettig. Het grappige is dat het Parijsakkoord is veel bekritiseerd, omdat er geen sancties op zitten. Ja. Landen konden maar doen wat ze willen, et cetera. Ja. Maar het heeft een enorme invloed gehad. Ik bedoel, hoewel Amerika met de huidige regering al daar uit het Parijsakkoord is gestapt, zijn de grote Amerikaanse techbedrijven, die houden zich eraan. 22 van de 50 Verenigde Staten,
De grote mensen, dat zijn dus Californië, Illinois, Massachusetts, et cetera, die hebben in hun parlement zich gecommitteerd aan het Parijsakkoord. En je ziet, als je kijkt naar de laatste redenvoering van de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, die gaf een zeer ambitieuze speech waarin ze aangaf dat Europa het leidende continent moest zijn op het gebied van het reduceren van broeikasgasuitstoot. Naar 60% al in 2030. Dus hoewel een mondiaal akkoord weinig sanctiemogelijkheden heeft, heeft het een enorme impact gehad. Zelfs China vertelt nu dat zij CO2-neutraal willen zijn in 2060. Mm-hmm. Dat is naar mijn maatstaven 10 jaar te laat. Maar het betekent dat als zij dat halen, je wel echt een enorme stap aan het maken bent, waardoor je misschien wel een tijdelijke voor hogere opwarming krijgt, maar uiteindelijk je toch, doordat op een bepaald moment er een verandering in mentaliteit in de wereld ontstaat. Kijk, op een zeker moment wisten de wetenschappers, om dat voorbeeld maar weer eens te noemen, roken is slecht. En dan duurt het 25 jaar eer ook iedereen op straat denkt, moesten we het toch maar niet meer doen. Nou, dat is denk ik net zo met de uitstoot van broeikassen. Op een bepaald moment weten wij als wetenschappers, dit is heel slecht. En dan na een aantal jaren wordt het gewoon een normale hygiëne van de samenlevingen, dat je niet meer je maatschappij zo inricht dat je CO2 uitstoot. En die trend, daarvan heb ik zelfs in de afgelopen 6 jaar dat ik nu directeur van het KNMI ben, eigenlijk al een behoorlijke omslag meegemaakt. En daar baseer ik mijn licht optimisme op. Dus je wil nog even reageren, Peter? Ja, nou, jij bent hier de optimist. Misschien moet ik dan de rol op me nemen als eeuwige knorrepot of zo hier op het podium. Kijk, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Hè? Maar de kracht, denk ik, van dat CO2 reduceren, dat zit hem er denk ik in dat het beide kanten op werkt. Dus het wordt van bovenaf opgelegd, maar jij en ik kunnen er ook mee aan de slag. En een staat of een bedrijf kan individueel ook besluiten om zijn steentje bij te dragen. En dat is bij zoiets als solar management is dat natuurlijk een heel ander verhaal. Het is echt een strikte top-down benadering, ja, waarbij overheden zeggen we moeten vliegtuigen door de lucht laten vliegen. Ja. En dat is toch fundamenteel anders en daarom denk ik dat die positieve berichten die ik deel met jou, hè, de hoop uit het Parijsakkoord, ik denk dat je dat niet 1-op-1 zou kunnen kopiëren naar een wereldwijde aanpak door middel van dit soort geoengineering. Ik weet niet of daar Claudia daar nog een ander idee over heeft, maar dat is een beetje mijn skepsis in ieder geval. Claudia? Nou, ik zou niet willen dat iedereen zijn steentje bijdraagt aan de geoengineering door een beetje SO2 in de lucht te blazen, alsjeblieft. Maar ik wou nog zeggen over jouw optimisme wat de CO2 betreft. Komt ook een beetje van de technische kant. Want kijk, 10 jaar geleden waren zonnecellen nog peperduur. En in 10 jaar geleden is de prijs van zonnecellen een factor 5 gezakt. Dus het duurt gewoon ook heel lang voordat je technieken op het lab werken totdat technieken marktrijp zijn. Dus ook daar is denk ik wel reden voor licht optimisme. En ja, zoals een commissie van industriebazen heeft gezegd, niet klimaatwetenschappers, een echte industriebaas heeft gezegd, klimaatpolitiek, dus CO2-neutraal worden in 2050, is absoluut haalbaar en ook niet heel duur. Dus zeg maar 0,5% van wereld GDP of zo zou het kosten om om in 2050, 60 CO2-neutraal te worden. En dat de gevolgen voor het publiek zijn niet heel erg. Het is meer als een collectieve fitness, dan een collectief iets niet meer mogen. Het is veel minder erg dan lockdown. We kunnen het echt wel doen. Maar alsnog zou het wel kunnen dat we een beetje overshoot krijgen en een beetje geoengineering nodig hebben om die piek die jij noemde, we gaan via de 2,5 graden terug naar de 1,5 om die af te kappen. Dus eigenlijk, Claudia, ben jij ook wel een beetje optimistisch? Ik heb een heel mooie uitspraak gehoord van die baas van die commissie. Die zei, ik ben er 99,9% zeker dat als we de handen ineens slaan dat we 2050 CO2-neutraal zijn. Maar ik ben er 30-50% zeker dat we ook wel de handen ineens slaan. Dus als we het willen doen, dan kunnen we het doen. Ik wil nog heel even peilen. We gaan aan jullie vragen nu wat jullie van geoengineering denken. Wie zegt van, nee, moeten we absoluut niet aan beginnen? Ja, toch ook wel een paar mensen. Wie zegt, ik zou er eventueel wel over na willen denken? Ja. Wie zegt meteen beginnen, morgen? Alsjeblieft. Is er iemand? Nee. Geloof het niet. Het is sowieso tijd voor jullie vragen. Er zijn ook mensen thuis, die kijken ook mee, die kunnen ook vragen stellen. Ik kan helaas niet met de microfoon rond.
Dus je moet je vraag even roepen en die herhaal ik dan nog een keer voor de mensen thuis. Ja, daarachter. Er zijn gisteren mogelijk zonneballen geweest. Weet je dan wat deze meneer bedoelt? Zonneballen? Je hebt ze niet gezien, kijk, Peter. Kijk, daar is die weerchallenge goed voor. Dan moet je een foto maken en dan zie ik het meteen. Kan ik weet zijn, niet zo heel goed. Weet jij het? De drie zonnen op een rij, dat je bij bepaalde ijskristallen heb je een reflectie van de zon links en rechts van de zon. Ja, dat zou kunnen. Daar heb ik wel eens een foto van gezien. Ja. Maar er is een formele naam voor, maar die heb ik niet paraat. Ja, een bijzon. Ja, een bijzon. Kijk. En die bijzonnen, je ziet dan de zon ondergaan. En je ziet dan links en rechts ook een zon. En dan zie je op die manier eigenlijk twee of drie zonnen tegelijk. En is ook onderdeel van de weerchallenge. Dus kun je ook punten mee verdienen als je die ziet. Kijk, de bijzon. Maar ik denk dat kan niet 9:30 gisteravond zijn geweest. Want toen was de zon al lang onder. Oké. Een vraag van Bonne van der Veen aan Claudia. Wordt er ook gekeken naar de mogelijkheden om grootschalige gebieden te vergroenen in plaats van witter te maken? Door bijvoorbeeld woestijnen te vergroenen met ontzilt zeewater. Dit is een kenner. Daar wordt over nagedacht. Er zijn bijvoorbeeld klimaatsimulaties mee gedaan waar de hele Sahara zeg maar gegoten is met water en is probeert een bos te planten. Er zijn twee problemen mee. Ten eerste, een bos neemt CO2 uit zolang het groeit. Maar als het bos dan compleet is, dan stoot het ook weer CO2 uit omdat bomen verrotten. Dus dan heb je een bepaalde hoeveelheid CO2 opgeslaan, maar het wordt niet meer. En de hoeveelheid die je in de Sahara kan vastleggen is absoluut niet groot genoeg om alles wat wij tot nu toe hebben uitgestoten vast te leggen. Als je wel dat bosgroei combineert met bijvoorbeeld ja, energie uit biomassa. Dus als je dan die bomen regelmatig verbrandt in plaats van olie te verbranden. En die CO2 die uit die verbrande bomen komt en weer in de grond stopt of in de oceaan stopt. Dan zou dat effect van het bos groter zijn. Probleem nummer twee is, een bos is donkerder dan de Sahara. Dus je krijgt een soort anti-solar radiation management. Het bos absorbeert dan meer zonlicht dan de Sahara. Ik hoop dat genoeg antwoord is, Bonne. Ik kijk je even aan thuis. Waren er nog meer vragen hier? Ja. Hoe duur is geoengineering? Kan India of Jeff Bezos dat in zijn eentje? Ja. Kun je daar wat cijfers bij noemen of is dat heel moeilijk? Ik heb ze even niet meer in mijn hoofd, sorry. Maar okay. Ik weet in ieder geval dat het... het is niet niks, zeg maar een niet al te groot land kan het wel niet zo moeilijk betalen. Er waren nog meer vragen. Ja. Ja. Ja, dus je zegt eigenlijk nu willen we de atmosfeer zuurder maken. 20 jaar geleden hadden we het nog over zure regen. Dat is eigenlijk een beetje vreemd, Claudia. Dat is inderdaad een van die risicopunten van de geoengineering. Maar die zure regen van 20 jaar geleden uit de industriële uitstoten. Voor geoengineering heb je veel minder uitstoot nodig dan toen uit de industrie is gekomen. Zeg maar een tiende of zo. En het is veel beter verspreid, want in de stratosfeer zal zich dat spul echt bijna over de hele aarde verspreiden. En dus 2/3 gaat sowieso alleen maar in de zee neerstorten. Terwijl toen met de industriële uitstoot, dan was het heel geconcentreerd zeg maar in Europa. Dus waarschijnlijk is het probleem niet zo heel groot, maar het is wel een aandachtpunt. Oké, aandachtspuntje. Mag ik nog heel even aanhaken? Ja. Dat is wel aardig trouwens, dat solar radiation management, dat kun je ook terugzien als je kijkt naar de wereldgemiddelde temperatuur van de afgelopen eeuw. Want die klimaatgrafiek die ziet er zo uit dat vanaf 1920-30 begint de wereldwijde temperatuur omhoog te gaan. En dan tussen de jaren 50 en de jaren 70 kom je op een soort van plateau terecht, of een klein dalletje zelfs. En vanaf de jaren 80 zie je ineens weer een enorme temperatuurstijging. En dat plateau, die stabilisatie van de temperatuur tussen de jaren 50 en de jaren 70,
is eigenlijk solar radiation management. Dat komt namelijk omdat na de Tweede Wereldoorlog begon het gebruik van fossiele brandstoffen een enorme vlucht te nemen. Dus heel veel meer CO2 in de atmosfeer. Maar er waren nog geen regelingen tegen de viezigheid die daarbij vrij kwamen. Dus je had geen katalysatoren, je had gewoon hele vuile verbrandingsprocessen. En vanaf het moment dat katalysatoren verplicht werden in dieselauto's, maar ook in fabrieken enzovoort enzovoort, is de lucht echt merkbaar schoner geworden. En sindsdien, ja, eigenlijk als een soort van bijproduct, is de opwarming van de aarde weer versneld. Dus je kunt zeggen, ja, wat is nou erger? He, daar ga ik geen uitspraak over doen. Maar het geeft in ieder geval wel de potentie aan van het bewust vuil maken van de atmosfeer. Ja, en als je het in de stratosfeer doet, dan hoef je veel minder spul, want het blijft in jaar hangen in plaats van een week. Okay, dus dat wordt dan niet vies, dat gaan we niet inademen. Naar beneden. We blijven even bij jou, Peter. Een vraag van Frank Wening. Hoe lang duurt het voordat Oost-Siberische Laptev, Kara en Barentszee zover zijn afgekoeld dat er een nieuw zeeijs kan ontstaan? Wauw, dat is een hele goede Kijk vraag. Kijk maar eens even in je glazen bol. Ja, dit wordt een weersverwachting voor over vier ja, maanden. Precies. Ik denk dat ik begrijp waar de achtergrond waar tegen deze vraag is gesteld. En dat is dat 2020... op 2012 na weer een recordlage zeeijsbedekking heeft gehad in het Noordpoolgebied. Waarbij opvalt dat vooral de zeeën ten noorden van Rusland totaal ijsvrij waren deze zomer. En de vraag is een beetje, ja, wanneer groeien die dan weer aan? En dat is een van de dingen waar klimaatwetenschappers wel benieuwd naar zijn. Hoe lang het ijsvrij zijn van het Noordpoolgebied nog kan naeilen de winter in. Ja. Ik denk dat dat nog wel een tijdje gaat duren voordat daar het eerste ijs weer aangroeit. Zeg maar november op zijn vroegst. En daarom zie je ook dat de schouderseizoenen en zeker de herfst en de winter tot extra opwarming leiden in het Noordpoolgebied. Omdat er heel lang open oceaanwater zijn warmte staat uit te stralen naar het Noordpoolgebied. Ja. In plaats van dat er een laag ijs op ligt, dat die warmte eigenlijk isoleert van de atmosfeer, waardoor de atmosfeer heel snel kan afkoelen. Kijk, Claudia, ja? Er is ook een geoengineering voorstel om het zeeijs te beschermen. Door in de winter, als het echt koud is, dan een beetje water op te pompen, dat dan aanvriest, want dan in de winter is het immers echt koud. En als het zeeijs dikker is, dan duurt het langer voordat het in de volgende zomer weer afsmelt. Dus dat was serieus een voorstel om het zeeijs op die manier te redden. Je hebt eigenlijk overal een geoengineering oplossing voor. Ja, sterker. In de skigebieden in de Alpen wordt dat al gedaan, hè? Door de gletsjers te beschermen. Ja. Kijk. Ja. Kijk, ik ga het even proberen te samenvatten. Het probleem met complexe systemen is vaak dat er kantelpunten zijn. Die kantelpunten, dan ben je er eigenlijk al zover in dat je niet meer terug kan. Kan het zijn dat je gewoon met geoengineering het al helemaal niet meer terug kan draaien? Dat we eigenlijk al te ver zijn? Dat is inderdaad iets wat ik wil onderzoeken in de volgende paar jaar. Maar het is inderdaad in principe wel mogelijk dat dit gebeurt. Een voorbeeld is de Groenlandse ijskap. Dus er is een feedbackmechanisme in dat, hoe hoger je gaat, hoe kouder het wordt. Maar dus als ijs smelt, dan wordt het lager. Dus het oppervlak van het ijs komt steeds meer in lage regio's waar het warmer is. En dit kan een zelfversterkend proces zijn waardoor de Groenlandse ijskap verloren gaat. En daar kan dus wel zo'n kantelpunt in zitten. En als je dan geoengineering doet, maar pas in 2080 of zo, als je over dit kantelpunt heen bent, dan is het misschien te laat om die ijskap nog te redden. Dus dat is absoluut wel mogelijk. Oké. Okay. Zijn er boven ook vragen? Want, ja, jij. Ja, dus we vragen aan Claudia, ben je niet bang dat als we aan geoengineering gaan doen, dat landen eigenlijk zich niet meer aan de klimaatafspraken willen houden? Tot op zekere hoogte ja, inderdaad. Alsnog
zou ik dus iedereen willen zeggen, geoengineering is symptomenbestrijding. Het is net zoals wanneer je een grieppatiënt een paracetamol geeft. Het bestrijdt niet de ziekte, het bestrijdt een deel van de symptomen. En ik hoop dat alle landen die eventueel geoengineering willen toepassen, zich daaraan herinneren dat het alleen symptoombestrijding is en echt niet alle symptomen bestrijdt en dan helemaal niet de ziekte bestrijdt. Maar het is een risico, ja. Volgens mij waren er nog meer handen daar, toch? Of niet? Ja, jij, ja. Zou het kunnen dat omdat we betere meetinstrumenten hebben, dat we eigenlijk ook klimaatverandering beter kunnen meten en dus ook denken dat er meer klimaatverandering is? Dat is een vraag voor jou, Gerard. Ja, het simpele antwoord is dat me dat zeer onwaarschijnlijk lijkt. En de reden is eigenlijk dat we al het klimaat en de atmosfeer observeren met soms nog niet perfecte instrumenten voor 300 jaar. Hè. Op sommige plekken in de wereld zijn al 300 jaar lang metingen verricht. En in de goede natuurwetenschap doe je niet alleen maar een meting, je schrijft een getalletje op, maar schrijf je ook heel nauwkeurig hoe je dat gemeten hebt. Zo zijn we er bijvoorbeeld recent in geslaagd om te achterhalen dat er één meetstation in de beeld eind 40e jaren niet helemaal een goede calibratie had voor de allerhoogste temperaturen. En wat doen we dan? Konden we gewoon, omdat men toen hele nauwkeurige aantekeningen heeft gemaakt, hebben we dat oude 40e jaren weerstation nagebouwd op het achterterrein van het instituut, vergeleken met moderne instrumenten en kunnen achterhalen wat wel goed was en niet goed was. Dus je hebt niet alleen zomaar de getallen die je van vroeger moet geloven en aanvaarden. Je hebt, doordat mensen heel nauwkeurig, en we denken vaak van, oh wat zijn we slim, maar bedenk goed dat al honderden jaren mensen hele precieze metingen deden en dat heel nauwkeurig beschrijven, kun je dat checken en herchecken. En bovendien is het hele verhaal van klimaatverandering niet gebaseerd op één meting. Als ik een verhaal erover hou, en we hadden het net al over de Noordpool, je hebt eigenlijk geen één thermometer nodig om te laten zien dat er toch wel wat aan de hand moet zijn met onze planeet als plotseling 30% van de Noordpool de afgelopen jaren niet meer bevriest of in september niet bevroren is, laat ik het preciezer zeggen. Dus er zijn indicatoren waar je niet eens een precies meetinstrument voor nodig hebt. Dat op de Zuidpool, op Groenland, de gletsjers, de Great Lakes tussen Canada en de Verenigde Staten, dat die allemaal een korter ijsseizoen hebben, minder ijsbedekking. Dat zelfs zonder thermometer moet je vaststellen dat de temperatuur van deze aarde aan het opwarmen is. Ik heb het gevoel alsof ik jullie nog een beetje genegeerd heb, ja. Waarom willen jullie de weersvoorspellingen verbeteren? Want ze zijn eigenlijk al zo goed. Daar zijn best wat redenen voor. Maar ik denk dat Peter daar ook zeker wat over wil zeggen. Stel je voor, je bent werkzaam bij een waterschap in Nederland. En dan wil je graag 2 weken van tevoren, misschien wel 3 weken van tevoren weten, of er een enorme hoeveelheid regen of een hoeveelheid droogte aankomt. Want als er bijvoorbeeld droogte aankomt, wil je het water vasthouden. En al die watersystemen hebben een traagheid van weken. Dus hoe eerder je weet dat je wat moet doen, hoe beter. Of stel je voor dat je in landen die heel erg oogstgevoelig zijn, dus denk aan Indonesië, Zuidoost-Azië, waar de moesson heel bepalend is voor het succes van een oogst. En daarbij kan dus hoe je omgaat met de irrigatie van rijstvelden, dat als je dan weet 2 weken van tevoren of de moesson eraan komt of niet, kan zeer bepalend zijn. Dus voor de agrarische sector, voor de beheer van de watersystemen of voor de komst van extreem weer is het zeer belangrijk. Peter, heb je ook... Ja, dit is meer heel praktisch vanuit mijn eigen werk gerekend. Maar kijk, er is bij mij altijd enorme frustratie als ik in een weerbericht moet zeggen dat het... dat er af en toe zon is, of dat er hier en daar een bui valt, of dat het de komende week wisselvallig blijft. Ja, dat zijn van die containerbegrippen die, ja, dat is altijd waar, hè? Het is altijd wisselvallig. Dus je zegt eigenlijk niks als je zegt dat het wisselvallig wordt. En dat is dan eigenlijk mijn persoonlijke hoop dat die weersverwachting verbetert, zodat je specifieker kan zijn.
En als je terugkijkt naar de weersverwachtingen van 30, 40 jaar geleden, dan zijn we nu al heel veel specifieker dan toen. He, dus die begrippen, en eigenlijk ook een beetje, er wordt wel eens de spot gedreven met de weerman. He, dus ik doe het nu eigenlijk zelf. He. Af en toe een bui, soms een opklaring, het kan regenen, daarna wordt het misschien droog. En ja, weet je, dat soort gemeenplaatsen, zeg maar, dat is echt iets uit de tijd van de jaren 80. Dat gebeurt nu echt veel minder. Omdat we veel preciezer al zijn. We kunnen bijvoorbeeld, waar we nu zo ongeveer zijn, is dat je in de zomermaanden een kwadrant van Nederland, bijvoorbeeld het zuidwesten of het zuidoosten, kan nemen en zeggen, daar gaan de onweersbuien zich concentreren. Maar wat je wil eigenlijk graag nog preciezer. En een van de dingen, dat haakt dan ook weer aan bij de werkzaamheden van het KNMI, waarom je preciezer wil zijn, is wat er nu bijvoorbeeld gebeurt, is dat er een onweersbui of een paar onweersbuien ontstaan, bijvoorbeeld in de buurt van Nijmegen. En dan moet er op een gegeven moment in de zomer wordt er code oranje uitgegeven. Een weerwaarschuwing voor de provincie Gelderland. Maar heb jij wel eens op een kaart gekeken hoe Gelderland eruit ziet? Dat gaat zeg maar van Leerdam in het westen tot aan Winterswijk en Zutphen in het noorden. Ik weet niet eens precies of Zutphen Gelderland is, ja of nee. Maar nee, dat zijn de mensen. Het ligt wel de grens ongeveer. Maar dat is zo'n groot gebied, dat voor 90% van de mensen is zo'n waarschuwing voor onweer dus flauwekul. En dat is de reden waarom je ook daar een enorme slag zou willen maken. En je gewoon kan zeggen, ja, voor de postcodegebieden Nijmegen, Arnhem en Velp en Reden geven we nu een code oranje af. Dus dat is ook een fijnmazigheid, waardoor de weersverwachting ook in extreme situaties beter aansluit bij de ervaring van iemand die zich op één plaats bevindt. Maar dat die waarschuwingen per provincie worden gegeven, ligt niet aan die klimaatmodellen. Hè? Ik bedoel dat Gelderland zo'n gekke vorm heeft. Maar kijk, het is heel belangrijk wat Peter net zei. Want ooit hadden we weer waarschuwingen die golden voor heel Nederland. Toen zijn ze beter geworden door ze per provincie te doen. En precies de behoefte die Peter net schetst, dat is het project waar wij nu op het KNMI mee bezig zijn. Dat heet het Early Warning System. En dat is bedoeld dat je eigenlijk op postcodeniveau, en dat duurt nog wel een paar jaar, maar in ieder geval dat je provincie in 4 stukken kunt hakken. En kunt zeggen, jongens, Nijmegen, Arnhem heeft echt een ander risico voor een extreem weersituatie dan Apeldoorn of Harderwijk. Allemaal in Gelderland. Ja. Dus dat is iets wat niet alleen prettig is voor de weerman, maar ook voor de mensen op de straat. En wij werken daar op dit moment heel hard aan om dat doel te bereiken. Je hebt tijd voor nog 2 vragen. Eentje die komt net online binnen, dat is van Bob Baarda. Voor Gerard, is het meetveld bij de KNMI nog wel geschikt voor zuivere metingen? Of heeft het last van de toename van verkeer op de snelwegen rondom meetstations? Het meetveld bij het KNMI voldoet aan de eisen die de Wereldmeteorologische Organisatie stelt. We hebben wel een 10-tal jaar geleden de mast waar de temperatuur mee gemeten wordt en de wind, die hebben we 50 meter moeten verplaatsen. Niet vanwege de snelweg, maar omdat een natuurgebied aan de zuidkant van ons terrein kreeg te hoge bomen. Dus daarom hebben we een kleine verplaatsing moeten uitvoeren. Maar dat is allemaal heel gecontroleerd gebeurd. Maar overigens hoeft meneer zich geen zorgen te maken. Gelukkig maar. Ja, in de praktijk trouwens, de weermanpraktijk, is er één ding wat opvalt aan de beeld. En dat is dat precies die bomenrij aan de zuidkant of aan de zuidwestkant, dat zie je terug in de windmetingen als het heel hard waait. En dan is eigenlijk de beeld altijd waait altijd iets minder hard dan de stations in de omgeving die zich echt in het vrije open veld bevinden. Okay. Maar dat is heel specifiek bij zuidwestenwind. En dat is, Dit is ook wel heel leuk om hier te koppelen aan jouw initiatief van iedereen in het land die mee kan doen met de Weather Challenge en die metingen kan doen en die ook zijn eigen weerstation. Want uiteindelijk kun je dat soort artefacten oplossen doordat je van zoveel mogelijk burgers hun eigen meetstation gebruikt. En die hebben allemaal wel een zekere afwijking omdat er een schuurtje of een boom staat. Maar als je er maar genoeg metingen hebt, gaat het uitmiddelen en kun je inderdaad een enorme slag ook maken in die lokale weersverwachting, waardoor jij het verschil kunt maken tussen Zutphen en Deventer. Ik wil naar de laatste vraag gaan. Wie, daar ben jij. Ja. Op aardoppervlak, waardoor meer thermische druk kwam op die metrol.
Oké, er was laatst een glaszetter bij jou. En die zei, ik heb ontzettend veel werk, want dat glas breekt. En zijn theorie was eigenlijk dat het te maken had met corona. De luchten zijn weer wat schoner. En juist die toename van zonnestraling die zorgt voor het breken van het glas. Vat ik het zo goed samen? Goeie theorie. Wie wil daar wat over zeggen? Ja, ik durf er wel wat over te zeggen, hoewel het gevaarlijk is. Ik kan één deel van het verhaal bevestigen en de rest weet ik niet. En één deel is dat ten tijde van de coronacrisis werden inderdaad de luchten helderder. Een simpel effect is dat alle vliegtuigen die stopten met vliegen, dus je had geen condensatiesporen meer. Het was ook zo dat er heel veel noordenwind was die schone lucht aanbracht. En we hebben dat uiteindelijk ook gemeten op het meetveld waar we het net over hadden. En dan zie je inderdaad dat in die maanden, zo half maart tot eind april, inderdaad de hoeveelheid blauwe luchten veel groter was dan ooit tevoren. En uiteindelijk de zonne-instraling zo'n 5-8% hoger was dan normaal in die tijd van het jaar. Maar of je daarmee glasschade kunt verklaren, daar durf ik me niet over uit te laten. Ik zou het wel ook aan andere glaszetters willen vragen. Misschien dat iets meer dan NS1. We moeten stoppen, helaas. Volgens mij hadden we nog heel lang door kunnen praten. Ik zou zeggen, we gaan met z'n allen naar het café om nog wat dingen aan elkaar te vragen. Dat kunnen we beter niet doen, denk ik. Mocht je nog een vraag hebben, stuur die dan naar info@sg.uu.nl. Dan kunnen we het misschien nog even doorspelen naar een van de sprekers. En ik denk dat jullie het wel leuk vinden om die vragen dan ook te beantwoorden. Mag ik voor nu een heel groot applaus voor Peter Kuipers-Munneke, Gerard van Steenhoven en Claudia Wieners. En zoals ik zei, dit was natuurlijk de aftrap van de Weerchallenge. De website is online, weerchallenge.nl. Ga daar naartoe, ga alle vlogs van Peter kijken. Ga naar buiten, want je moet niet te veel binnen blijven met mensen. Ga naar buiten, ga foto's maken en leer en geniet meer van het weer in de herfst. Tot de volgende keer.